Hoi, welkom. Ik wil je vandaag een instructie geven over het vouwen van een bestekselet. Dus ik heb hier gehoord dat ik een beetje hulpmaterialen, daar staat stap voor stap, staat er al bij wat we gaan doen. Ik ga het zo meteen ga ik eerst een keertje zelf doen, daarna ga ik het langzaam ga ik het doen en dan ga ik je uitleggen wat ik doe. Daarna gaan we het samen doen en dan moet jij het aan linken. Het is dus niet heel moeilijk, er zijn er altijd kritische punten waar je moet letten. Dus pak een gestreken servet, een vierkante servet. Zorg dat ze wel schoon zijn, want een vieze wet wil je ook niet op de tafel hebben. Dus, ja. Goed, dan ga ik zo beginnen. Bestekse wetten die wij op het terras gaan gebruiken, dat heeft twee voordelen. Het bestek ligt niet op een buitentafel en het servet waait niet weg. Wat heb ik hier? Bestekservet. Zo. Ja. Kijk. Nog een keertje stap voor stap ga ik het doen. Eerst de vet. Ik ga alle punten ga ik met binnen brengen. Je kan deze een beetje strak strijken met de rug van je hand. 10. Zo. Heb je dat wel eens gedaan? Svet te komen? Nee. Nooit gedaan. Dat dacht ik al. Dus ik heb alles naar de midden gedaan. Dus dan doe ik deze punt, die ga ik nou naar voren. Zo, dat dit net onder het midden ligt. Nou, dan ga ik hem daarna omdraaien. Ik doe die deze kant op. En ook deze. In principe punt 5. Ga ik in punt 6 doen. Dus ik til deze een beetje op. Deze rij. Dan heb ik een bestekse rij. Kijk, dat is. Niet die open naden, open vouwen hier erin. Dus kijk, deze hier erin. En hier erin. Zo. Ja? Ja. Okay, nou, ik ga deze even uit elkaar halen. Die is voor jou zo meteen. Wat jij met die gaan doen? Doe ik het met deze? Wat jij beginnen? Wat gaan we doen? Ja, eerst punten naar binnen. Punten naar binnen. Heel goed, tot net eronder. Dan gaan we weer een beetje dicht. Ja, omdraaien. Draaien we om, heel goed. Van de rechterpunt eerst naar binnen. Ja, dus tot net eronder. Ja. En dan deze duim schudden. Zullen we erin, zodat we de boel niet kreuken, hè? Nou, dan krijgen we weer. Op net hem even terug, ja. Wat zie je dat hier? Hier, de hand. Hier opnieuw. Kijk maar helemaal terug. Zo. Mooi met midden. Ja, dan trek je deze ver genoeg. Naar boven toe. He, dat je hier echt maar een klein stukje hoger houdt. Nee. Ja, dan draaien we weer om. Dus, nou, die iets over het midden. Iets over het midden. En hier, hè? En dan bestek ze dat. Ga je bestek erin doen. Nee, de messen doen het altijd andersom. Dat toch is een extra puntje. Zo erin. Ja, want anders pak je, moet je een beetje zwijgen pakken. Zo. Nou, jijzelf. Thank you.
randen in deze dingen. Nou, heb je bestekken. En dan was je 500 maken. Dat was het, dankjewel. Oké. Okay.